Maar ja, je zoekt natuurlijk iedere keer iets nieuws. Je kan niet altijd in eeuwig papavers en horizonnen schilderen, maar dat doe ik dus ook. Maar je komt er iedere keer weer op terug. En je kleuren worden dus anders, hè? Veller, vreemder. Ja, dat... Nou, ik zou dus wel abstract willen schilderen, hoor. Ik zou wel de kleurintensiteit van een groot doek net als van Rothko over willen brengen. Maar ik weet niet... Ik denk dat ik dan eenzaam blijf in mijn liefde. Ik bedoel, zover ben ik niet. Ik heb één keer een expositie gezien van Rothko in de Tate Gallery. Mm. En ik was helemaal overweldigd door die grote doeken en die diepe kleuren. Dat vond ik schitterend. Je bent natuurlijk nooit met echt iets nieuws bezig. Je hebt altijd ergens wel zoiets gezien. Denk ik.